Dit is het weekoverzicht van week 33. Ik ben Gabrielle Sanders. Burgers, boeren en buitenlui! Entree, entree! Vrijdagavond heeft wethouder Roskam in het centrum van 's-Hertogenbosch de kermis officieel geopend. De opening vond plaats op de markt. De mensen, dames en heren, jongens en meisjes, burgers, boeren en buitenlui, kom erbij staan. We gaan het maken voor 8 dagen kermis, 2 weekenden lang. Kermis in Den Bosch, met een spectaculaire opening door de wethouder, niemand minder dan de heer Roskam. Nadat clown De Sales als spreekstalmeester optrad, opende de wethouder de kermis feestelijk met een enorme fles champagne, ballonnen en confetti. Bij het knallen van het geweer trekt u zo hard als u kunt de pin uit de kurk. En dan zal de kurk ontvurgen en dan zal de ballonnen de lucht in gaan. En dan is officieel de kermis in Den Bosch heropend. Nieuw dit jaar zijn optredens die er gaan plaatsvinden op en rond de markt. Na jarenlang klein van opzet te zijn geweest, is de afgelopen 2 jaar de kermis veel groter geworden. Wat heeft geresulteerd in spectaculaire attracties. Tot en met zondag 28 augustus kunt u genieten van de ruim 80 attracties op de markt, de Hoge Steenweg, de Benstraat, in de Kerkstraat en op de parade. Ik hoop dat u genoten heeft van deze kleine opening. Dank u wel voor uw aandacht. Wens u een fijne kermis. Tot ziens en misschien tot volgend jaar. De laatste jaren stonden de marktramen tijdens de Bosse kermis op diverse locaties, wat veel onduidelijkheid gaf bij de marktbezoekers. De ware markten krijgen nu tijdens de kermis een plaats in Marktstraat, Burgemeester Loefplein bij de Arena, Pastoor de Kroonstraat en op het parkeerterrein van het Jeroen Bosch ziekenhuis aan de Tolbrugstraat. Vrijdag 12 augustus werd het eerste exemplaar van de Glossy overhandigd aan burgemeester Rombouts. Model Marieke Willems, dat op de cover van het magazine stond, zorgde voor de overhandiging. Het culinaire evenement begon die 's-Hertogenbosch start het jubileumjaar met de lancering van deze eenmalige uitgave Proefsfeer. We hebben gezegd, nou die 25e keer, dan moeten we iets speciaals doen. Dat is dan ook met die glossie die we vandaag dus voor het eerst aan burgemeester Rombouts hebben veranderd. In het magazine staan ontwikkelingen, interviews en trends op culinair gebied. Begon die 's-Hertogenbosch zal van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september plaatsvinden op de parade. Voor meer informatie neem je een kijkje op de website www.burgondisch-s-hertogenbosch.nl. Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch gaat vanaf 29 augustus 40 extra rolstoelen inzetten met een muntjesysteem. De bezoeker krijgt de 2 euro die hiervoor nodig is na inlevering van de rolstoel terug. Hiermee verwacht het ziekenhuis dat de rolstoelen sneller beschikbaar zijn voor de patiënten die een rolstoel nodig hebben. Het ziekenhuis schaft de muntenrolstoelen aan, omdat de leenrolstoelen na gebruik vaak niet teruggeplaatst worden op de hiervoor bestemde plaatsen. Tot zover het weekoverzicht. Voor meer nieuws kijk je op onze website www.bostion.com.